U kent de ene onder zijn alter ego van Egglepool en de andere als bassist van Triggerfinger. En nu hebben ze samen de krachten gebundeld en een song gemaakt voor de nieuwe campagne van Te Gek, waarmee ze drugs, alcohol en gokproblemen bij jongeren willen aankaarten. Graag uw aandacht voor Thijs van Esten en Monsieur Paul. Dag Paul, welkom allebei. Hoi. Ja, jullie hebben nu voor het eerst samen een nummer gemaakt, maar jullie zijn eigenlijk al lang vrienden, hè? Ja, het is ook niet voor het eerst dat we samen een nummer gemaakt hebben. Uitbrengen, zal ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. En hoe goed kennen jullie elkaar? Wel, ik denk dat we elkaar een jaar of 15, ja, 20... Ja, tussen de 15 en de 20, hè? Leren kennen hebben in Meerhout. Wij hadden daar een opnamestudio. En de technieker daar was een van zijn beste vrienden en die heeft thuis daar... binnengebracht en voilà. Trouwens ook de technieker hier vandaag. Ah ja, voilà. Zie, voilà, alles komt samen. En voilà, zo is de vriendschap. Een lange vriendschap. Nu, het is geen toeval dat Te Gek bij jullie terechtkomt voor deze campagne, hè, rond drugs, alcohol en problemen bij jongeren. Want, Paul, je bent zelf verslaafd geweest. Ja. Ja, aan wat allemaal? Oh, dat is een hele lijst. Voornamelijk alcohol. Drank. Cocaïne, Xanax, ja, een beetje van alles gewoon. Ja. Want als je zegt alcohol, hoeveel dronk je gemiddeld? Kan je daar een aantal op plakken? Echt weten? Ja, ja? Veel, ja, veel. Twee flessen witte wijn en twee flessen whisky per dag toch zeker. Ja. Ja. Maar om een of andere reden, ja, ben ik heel lang blijven functioneren in die bedenkelijke toestand. Ik kom daar vrij goed tegen. En een jaar of 20 geleden is dat geëscaleerd. Is dat heel snel bergaf gegaan. Mm-hmm. En ben ik alle controle verloren. En dan ben ik mijn boete binnengaan. Ik wou dat ook zelf, hoor. Ja. Kende jij hem al tijdens die periode dat hij zo verslaafd was? Ja, ik heb hem leren kennen als hij serieus whisky kon drinken en wijn kon drinken. En dat was ook nog voor de tijd dat Triggerfinger succesvol werd. Ze waren toen al bezig, zo in het begin. Maar hij was toen al, zelfs onder die omstandigheden, ging je heel veel spelen bij groepjes, als huurling noem het. Ja. En ja, zijn gitaarspel, want hij is eigenlijk een gitarist. Dat is fenomenaal, hè? Zelfs toen. Dat leed niet onder. Nee, en ergens hoort het er in die branche vaak ook zo'n beetje bij. Dat is een deel van de rock'n'roll. Ja, dat is iets dat ik nog altijd aan het uitzoeken ben, eigenlijk, hoe dat komt, dat zoveel muzikanten... Het is ook een generatieding, hè, want in de jaren 70 en zo, eind de jaren 60, 70, begon dat eigenlijk. Wij kenden ook de gevaren niet zo. Ze gaven ons iets en wij namen Ja, je zegt dat je 13 jaar was toen je voor het eerst alcohol dronk. Ja, dat was dan nog een heel ander verhaal, want... Vroeger roken, zowel als alcohol drinken, gaat zo... Als je 13, 14 jaar werd, dan mocht je bij de nonkels in het stuk living dat gereserveerd was. Alleen voor mannen, want de vrouw die zat dan in de eetkamer toen, dat was ze. En dan mochten ze al een keer als jong ventje mee een sigaar of een sigaret gaan smoren. En een cognac of zo. Ja. Dat was het teken van stoerheid, hè. Dat was toen zo. Ja. Maar herinner je nog het moment waarvan je kan zeggen... Dat was het moment dat de verslaving is begonnen. Hier was het onomkeerbaar. Of is dat... Dat is ineens... Dat kan, want ik ben ook mezelf gewoon een paar keer voor 4 jaar, een keer voor 5 jaar gestopt ook gewoon. Dus toen had ik het nog min of meer onder controle gewoon. Ik kon nog stoppen zonder hulp eigenlijk. Maar dan ineens, ja. En ik ging daar ook een beetje... Ik was daar een beetje fier op bijna gewoon. Van, kijk, ik kan hier een fles whisky drinken en ik speel nog. Ik kan mijn werk nog doen en niks aan dat gewoon. En je beseft totaal niet meer hoe triest dat eigenlijk is. Gewoon. Je leeft, ja, het is een apart leven dat je begint te leiden. Naast je echte persoon is dat je alter ego. En zo de mensen in jouw omgeving, spraken die jou daarop aan? Ja. Zeiden het nee? Dat stelt geen zin. Ik zag dat. Ik zag vooral naar het einde toe zag ik heel veel verdriet in die ogen. Gewoon, weet je. Maar die wisten, als ze tegen mij zouden zeggen van doe dat nu niet, dat zou contraproductief zijn. Dat is ook het ding, hè.
ik ken verslaving vrij goed. Ik heb een paar mensen in mijn omgeving die nog elke dag vechten tegen een verslaving. Want jij zegt, jij was verslaafd. Ik denk niet dat jij dat zo noemt. Je bent nog altijd verslaafd. Alleen heb je nu op dit moment je verslaving onder controle. En zo werkt dat. Maar ja, dat is... Is dat zo, Matthijs? Jij hebt nog gewerkt met mensen met een verslavingsproblematiek als creatief therapeut in de gevangenis. Mm-hmm. Klopt dat wat Linde zegt? Is dat iets waar je dat niet iets, van afgeraakt? Dat is een duveltje dat heel je leven op je schouder blijft zitten. Hè? Wat ik wel heel belangrijk vind, is je zet de verslaving niet. Je bent een mens met een verslaving. Dat wil zeggen dat je er ook vanaf kunt geraken, maar... Je moet wel heel je leven, denk ik, heel alert blijven voor die valkuilen. Hè? Op het moment dat je er te rustig in wordt, denk ik, dat zijn de gevaarlijke momenten. Op het moment dat je denkt, ik heb het onder controle, is het moment dat het op de loer ligt. Absoluut. Is dat zo? Ja. Alhoewel, de schrik... Niet zozeer de schrik voor mezelf, maar om ja, terug... Zo'n ravage achter te laten, gelijk achtergelaten heb, als ik uiteindelijk gestopt ben. Goh, dat doet wel twee keer nadenken, echt waar. Maar je blijft... Ja, op een of andere reden. Ik heb 3 jaar geleden of zo aan mijn hart gehad. Zo, ja, ik voel me nekken heel slecht. Mijn eerste reflex, dat is de ene keer op 20 jaar dat ik hervallen ben voor 2 dagen of zo. Ik had er een fles wijn staan, een fles wijn afgetrokken en leeggedronken. Ik dacht van, dan is het over. Maar toch het wel kunnen beperken tot die 2 dagen dan? Ja, omdat ik de dag daarna naar het hospitaal ga en die zei van, het is geen 10 voor 12, het is 20 na 12. Gewoon. Ah ja. Ja, voilà, kijk. Ja. Maar dat is zo'n eerste reflex van, oh ja, maar voilà. Als het een beetje minder gaat. Ja, niet zeuren, drink dat flesje liggen, dat is goed. Ja. Maar dat is met veel verslavingen zo. Hè. Allee, dat is van een heel ander... Ja, even dramatisch, maar minder dramatisch kaliber, roken. Van mijn 15 jaar verslaafd geweest aan sigaretten. Gestopt ermee. Ik ben 2 keer gestopt geweest en 2 keer terug begonnen. Als ik hoorde van vrienden van mij die dat kanker hadden. Dat is een rare reactie dat je dan denkt, oh, fuck it. En dan ga je terug beginnen roken. Dat terwijl eigenlijk is dat compleet onlogisch. Hè? Ja. Dat is het ding met verslaving. Hè. Je kunt niet één. Dat is het grote probleem. Hè. Je moet alles. Ja. Nu, Paul, want je zegt op een bepaald moment was het te veel. Wat was voor jou het moment dat je besefte, ik heb echt een probleem. Ik moet er iets aan doen. Ja, het moment dat ik echt niet meer... Dat ik 2 flessen witte wijn naast mijn bed staan had, s'nachts, om voor 's morgens kunnen op te staan. Gewoon, weet je. Toen had ik zoiets van, ja, ik zat met mijn stiefdochterke van, die was toen 7 jaar, die zag dat ook. En ik dacht, nee, dat kan niet gewoon, dat kan niet meer doorgaan. En dan uiteindelijk, de apotheose, dat was dan de première van het 2e album van Triggerfinger in de AB-club, waar ik na 3 nummers mijn basgitaar weggezet heb en van het podium gegaan ben. Ik heb die 2 jongens laten stikken gewoon. Ja. Jouw bandleden bij Triggerfinger hebben daar al eens over verteld in een uitzending van Belpop, over dat optreden toen. Tijdens de show voelen Ruben en ik heel goed aan van, wat is hier aan het gebeuren? Ik hoorde aan mijn linkerkant, als ik aan het spelen was, Afghaanse toonladers passeren. Ik dacht van, wat is deze hier? Je had zwarte pupillen en je was in paniek. En je was echt zo naar mij aan het kijken van, doe iets. Die lange, die was gewoon, die was er niet bij. Die is ook gevallen. Je voelde dat er iets ging moeten veranderen. Want dat heel moeilijk kon blijven duren zo. En dan is hij de dag daarna binnengegaan in Kortenberg. Ja, en daarna heb je je laten opnemen om af te kicken. Ja. Ja. Ja, ik was redelijk gemotiveerd ook. Nochtans, de eerste dat je hoort, ik moest daar even wachten en dat was een rokersruimte. Ik zeg, ik had toen een sigaretje smoren. En dan komt een patiënt bij mij zitten. En die zegt van, voor wat kom je binnen? Ja, voor drinken. Allee, zat binnen, zot buiten. Dat is het eerste akkoord. En dan vervolgens daarna een dokter die zei van, ja, recidive, dat is 95% gewoon. En dan is zoiets van, oeps. Maar ik was wel gemotiveerd. Ik wou
ja, weet je, Triggerfinger begon net, dat begon iets te bewegen. Ik heb dan een goede vriend van mij uit Wallonië, gitarist ook, die heeft mij dan vervangen. Maar ik zag die in trein vertrekken. Ik zeg, oh, fuck, man. Dat is ook de enige manier hoe het werkt. Hè. Er zijn heel veel mensen met een verslaving in hun buurt of die ze graag zien en die zeggen, wat kan ik doen? Kunnen we die laten opnemen? Maar dat werkt niet. Je moet zelf beslissen, ik wil hier iets aan veranderen. En als dat er niet is, dan gebeurt er niks. Paul, is er ook, want het is een heavy verhaal, hè, jouw verhaal, maar is er ook iets positief aan jouw verhaal? Is daar ook iets goeds uitgekomen? Maar absoluut, absoluut. Want het klinkt nu allemaal heel dramatisch. En dat was het ook voor de helft. Maar voor de helft, ja, weet je, er zijn waanzinnige toestanden gebeurd. En het gaf mij in het begin ook een ongelooflijke drive. Raar, maar waar. Ik kon 24 uur doorgaan met spelen. Af en toe, ik was meester in het balanceren tussen van, ay, als ik nu nog één drink, dan gaat het niet meer. En nu de campagnesong samen met Thijs. Hè? Mm-hmm. Ja, ja, want jij hebt de tekst geschreven voor het nummer. Ja, de basis van het nummer. Ja, we hadden het daarover, gaan we dat doen? En het toeval wilde dat ik juist een nummer geschreven had over verslaving. Ik heb dan zelf geen ervaring, maar ik denk dat ik iets, ik weet het niet, iets empathisch heb in mij, dat ik mij graag in schoenen stel van andere mensen. En ik had er juist een nummer over geschreven van hoe zou het zijn uit de ogen van de verslaafde. Mm. Ik zeg dat tegen de Pollen en ik zeg, ja, ik zal het eens opsturen en doe er maar iets mee. En ja, eigenlijk een weekje later hadden we deze. Voilà. Ja. Ik ben heel benieuwd om het te horen.